Een bekend Nederlands spreekwoord luidt: God schiep de wereld, maar de Nederlanders schiepen Nederland. Als die Nederlanders dat niet hadden gedaan, zou u hier nu niet geweest zijn en stond deze plek ruim 4 meter onder water. Ruim 2000 jaar geleden was het gebied dat nu Noord-Holland heet nog een uitgestrekt veenmoeras. Maar door veranderingen zoals een stijgende zeespiegel ontstonden er grote meren, zoals de Purmer, de Beemster en de polder waar u zich nu bevindt, de Schermer. Vanaf het IJsselmeer, toen de Zuiderzee, was het Schermmeer toegankelijk per boot. De bewoners van het land rondom het gebied maakten daar dankbaar gebruik van en verdienden de kost met scheepvaart, haringvisserij en walvisvaart. Aan het eind van de 16e eeuw waren dorpen als Graft en de Rijp, gelegen op het Schermereiland, beroemd door hun grote economische welvaart. Dit is nog steeds goed te zien aan de prachtige huizen, rijk gedecoreerde kerken en andere gebouwen uit die tijd. Helaas betekent het vele water in en rond Holland ook vooral gevaar. De Zuiderzee kon wild en verraderlijk zijn. En ondanks het opwerpen van zeeweringen werd Noord-Holland vaak geteisterd door overstromingen. Na de historische Allerheiligenvloed in 1570, een grote ramp waarbij grote delen van Nederland onder water liepen, dorpen en hun bewoners werden weggevaagd en veel land verloren ging, was het duidelijk dat er nieuwe wapens nodig waren in de strijd tegen het woeste water. De basis voor wat we tegenwoordig waterhuishouding noemen, werd nu gelegd. Het droogleggen van meren leek de bestuurders in die tijd een uitdagende optie, die daarbij veel vruchtbaar land zou opleveren en dus economisch ook interessant kon zijn. Hollands gouden eeuw van economische voorspoed was inmiddels goed op gang en rijke investeerders uit, onder andere Alkmaar, zagen wel wat in het winnen van nieuw land. Ze lieten dijken bouwen en pompten vervolgens door middel van molens het water binnen die dijken weg naar een ringvaart. Leegwater zette zich in voor de uitvoering van de plannen en gebruikte er het bekende type watermolen voor, waar de museummolen een toonbeeld van is. Ze noemden het een achtkante binnenkruier, omdat de kap van de molen van binnenuit op de wind gezet wordt. De romp is opgebouwd uit 8 zware houten balken, of stijlen. Die stijlen zijn aan de bovenkant samengevoegd tot een ringvormig draagvlak, waarop de molenkap op houten rollen kan worden rondgedraaid. Dat ronddraaien heet kruien en is nodig om de wieken in de richting van de wind te zetten en de wind te kunnen vangen met de zeilen. Bij een binnenkruier gebeurt dat ronddraaien van binnenuit door de molenaar die het kruirad bedient. Zodra de wieken op de wind staan, worden de zeilen voorgelegd en kan de vang gelicht worden. Dat wil zeggen dat de rem eraf gehaald wordt. Dit gebeurt met een lang touw aan een stok die uit de achterzijde van de kap steekt. De wieken kunnen nu draaien en brengen hun beweging over op het bovenwiel. Dat drijft op zijn beurt de koningsspil aan, die van boven naar beneden door de molen loopt. De koningsspil zet op zijn beurt met tandwielen een scheprad of vijzel in beweging. Zo'n scheprad kan het water zo'n 1,5 meter omhoog brengen. Dat noemt men de opvoerhoogte. Omdat de Schermer op sommige plaatsen meer dan 4 meter diep was, bouwde men molengangen. Dit zijn met kaders omgeven sloten die in verbinding met elkaar het water konden opstuwen naar de volgende, hoger gelegen molen. 3, soms 4 molens achter elkaar brachten het water omhoog totdat het in de grote ringvaart terecht kwam. Ook deze museummolen maakte deel uit van zo'n molengang met oorspronkelijk 6 molens, waarvan er nu nog 3 te zien zijn. In totaal werden er 52 molens gebruikt om de 4800 hectare grote Schermerpolder droog te malen. In 1633 werd met het graven van de ringdijk begonnen en de verkaveling vond plaats in 1635. Na jaren hard werken was het Schermeer de Schermerpolder geworden en kon de grond bewerkt worden. Daarmee was de rol van de molens niet uitgespeeld. Want de gewonnen gronden waren nu dan wel droog, maar moesten dat natuurlijk ook blijven. In de loop der jaren werden vele molens verplaatst om tot een optimale bemaling te komen. Hoewel de techniek van een vijzel al aan het begin van de 17e eeuw bekend was, duurde het tot halverwege de 19e eeuw voor de Schermermolens ermee werden uitgerust. Omdat een vijzel een grotere opvoerhoogte heeft dan een scheprad, werden alle molens in de Schermer omgebouwd tot vijzelmolens. Bijna 300 jaar verdedigden de molens hun Schermer tegen het water. Maar in 1928 maakte de komst van 3 elektrische gemalen daar een einde aan.
Tegenwoordig klaren twee computergestuurde gemalen samen de hele klus. De meeste molens werden verwaarloosd, raakten in verval en werden uiteindelijk afgebroken. Maar gelukkig groeide het besef dat een erfenis van grote historische waarde verloren dreigde te gaan. Daarbij waren molens als fenomeen inmiddels uitgegroeid tot een internationaal symbool voor Nederland in het buitenland. Met respect voor het verleden worden de overgebleven 11 molens gerestaureerd en gekoesterd door de Nederlandse bevolking en overheid. Onze koning is zelfs gespecialiseerd in watermanagement. En overal ter wereld zetten Nederlanders hun waterbouwkundige kennis in om mensen te helpen en de aarde naar onze hand te zetten. Tijden veranderen, maar de Nederlanders blijven vechten tegen het water. Molens hebben we daarbij niet meer nodig. Die gebruiken we nu voor andere zaken. Gelukkig zijn ze er nog wel, deze oude molens. Als belangrijke herinnering aan die eeuwenoude, maar nog zo actuele strijd tegen het water.